Hallo en ontzettend tof dat je kijkt naar deze video waarin we weer aan de slag gaan met een nieuwe challenge. Een crypto challenge deze keer die afkomstig is uit de SEMA Christmas 2022 Capture the Flag. En uh, dit is een van de moeilijkere challenges wat mij betreft. Slechts 125 punten is hij waard, maar ik vond hem ontzettend lastig. Ik ben er lang mee bezig geweest en ben ook blij dat ik tussendoor een nudge heb gekregen. Of een hint heb gekregen om in ieder geval verder te komen met deze challenge. Ik was wel uh, de derde die de challenge oploste, dus nog relatief snel. Maar wat mij betreft was dit een hele pittige challenge en ik ga je laten zien waarom. Maar voordat ik het doe, wil ik je vragen om in ieder geval een like te geven op de video als je hem leuk vindt. En om jezelf te abonneren op mijn kanaal, indien je dat natuurlijk nog niet gedaan hebt. En without verder ado, laten we even switchen naar het beeldscherm. En dan hebben we het over deze challenge. En dat is Santa's Key voor slechts 125 punten. Zou betekenen dat hij niet zo moeilijk was. Zoals al gezegd, ik vond hem wel wat lastig. En de omschrijving hierbij is: Santa's Minions have repackaged the flag and dropped it. Toen ik deze regel las, dacht ik meteen aan een binary welke gepackaged is. En dat we dus te maken kregen met een packaged binary. Maar dat bleek achteraf niet waar te zijn. Can you help him find the key and decrypt his flag? You can download two different versions of the challenge. Dat is cool, the Linux and the Windows variant, both are 64-bit and do exactly the same, whatever rocks you both. The binaries are not in any way malicious, however, trust goes only so far. If you have trust issues, run them in a VM, believe me. If I had a VM escape exploit, I would probably sell to the highest bidder instead of using it in a CTF challenge. En deze toevoeging deed me denken aan een soort verkapte hint dat we misschien wat malware-analyse moesten doen op deze binary. En ook dat bleek niet waar te zijn. Nou, laten we gaan kijken naar de binary. We zitten op een Windows-systeem, dus we gebruiken de Windows-variant. Ik heb die Windows-variant gedownload. Die staat hier. Wanneer ik dubbelklik gebeurt er niet zoveel. Ik krijg een pop-up en ik krijg een file. Wanneer we overigens de pop-up willen zien, zouden we de binary kunnen uitvoeren in PowerShell of in de command prompt. En we gaan uitvoeren. Dan moet ik wel de juiste slash gebruiken natuurlijk. Zo, het is geen Linux. Dan gaan we de binary uitvoeren en het enigste wat ik hier krijg, is mijn eigen externe IP-adres. What is my IP? En dit is inderdaad mijn externe IPv4-adres. Overigens ben ik wel verbonden met een VPN, dus dit is niet mijn eigen adres, right? Dus wat kunnen we hiermee. We hebben alleen een IP-adres en we hebben een bestandje. Laten we eens gaan kijken naar dat bestand. Wat zien we hier? Iets met nonce base 64, nog een base 64 string en de tekst are you are missing the key matey? Remember sweet PKCS 7. En toen ik dit las, dacht ik weer: oké, okay, misschien moeten we iets met certificaten gaan doen. Try harder. Harder. Um, maar wat precies, dat was me nog niet duidelijk. Nou, het meest logische wat we dan kunnen doen, is de binary openen in Ghidra en natuurlijk um, in PE Studio. Dus laten we ook PE Studio er eens bij pakken. Ik ben geen robot. En we willen auto's hebben. Daar is een auto. Dit is een bus. Maar ik vind dat wel een auto. Verifiëren. Kennelijk vindt hij dat goed. En laten we dan PI Studio downloaden. Laten we dan een nieuw project in aanmaken in Ghidra en die noem ik uh, Key. Zo, finish. En open de debugger. Open de file in PI Studio. Zo. Laten we deze even analyseren. Druk op de i om een file te importeren in Ghidra. En ook hier kiezen we voor Santa's Key. En zoals je merkt, zal het een tijdje duren. Voor Ghidra op deze binary te laden en ook om zo meteen de eerste analyse op de binary te doen. En dat is omdat deze binary relatief ingewikkeld is. En waarom ook dat zien we zo. Als we kijken naar de eigenschappen, dan is het al een binary van 4,4 mb. En dat is redelijk. Yes, laten we analyse doen. En we gaan even voor de standaard. Waarom kies ik voor de standaard? Eigenlijk heel logisch, omdat we niet heel veel, of iemand kan waarschijnlijk heel veel hier in Ghidra doen. Ik kon niet zoveel informatie uit Ghidra halen. Laten we nog eens terug gaan kijken in PE Studio. En wat hier zometeen interessant wordt, dat zijn de strings. Of dat kan interessant worden. Hij is nu bezig met andere zaken. Relocations, directories, headers, etc., zoals je ziet hebben we een hele berg memory relocations. Dus er gebeurt wel het een en het ander in memory. We hebben een import relocation en een import address directory. Als we kijken naar de even kijken hoor de DOS header. We hebben een entropie van 3,6. En wat we ook kunnen doen is even switchen naar onze kali machine, waarbij we de Linux variant kunnen downloaden. En we kunnen kijken naar uh, wat zouden we hier kunnen doen. We zouden hier alvast natuurlijk een strings kunnen uitvoeren. Nou, dat zijn heel wat strings, maar strings die er nogal onlogisch of encrypted uitzien. En ja, we kunnen hier een deel van de flag vinden. Maar niet meer dan dit. En dit is overigens ook geen onderdeel van de flag. Maar in eerste instantie zou je kunnen denken dat, omdat elke flag begint met SEMA, dat dit inderdaad onderdeel is daarvan. Maar dat is niet zo. Um, dat is het voor strings. Laten we dan eens kijken of dat we uh, check security kunnen doen. Welke security is in place? We hebben een Fortified Rel row, uh, nee, we hebben geen Rel ro. dus dat is prima. We hebben geen Canary, we hebben wel een NX, no Pi, no RPad, no Runpad. We hebben ook no symbols en hij is not Fortified, no symbols. Mm, laten we dan eens even kijken in GDB. Nou, laten we eerst de rechten goed zetten en vervolgens kijken in GDB. Infofile geeft ons in ieder geval een entry point. En info functions geeft ons niet zo heel veel. Geen enkele function is defined. En dat is op zich ook al wel raar. Oké, okay, daar kunnen we dus niet al te veel mee. Laten we even terug switchen naar onze Windows. Waar PE Studio ondertussen iets meer heeft. We hebben een aantal indicators. Wat is dit dan? Nou, De indicator voor een ransomware wiper. Uh, level 1. Uh, die is er zeker. Uh, dus er gebeuren wel wat suspicious zaken in deze binary. Niet dat we daar veel mee kunnen op dit moment. En als we nog gaan kijken naar de strings. Dan zien we hier ongeveer hetzelfde terug als dat we zojuist zagen. Heel veel strings. En ook heel veel nietszeggende zeggende strings. Kortom. Een hele berg gibberish. Nou, laten we die sluiten. Dat weten we ondertussen wel. Als we kijken naar de functions in Ghidra, dan zien we een beetje hetzelfde als in GDB. We hebben niet echt gedefinieerde functions. We hebben alleen een entry point. En dit is ons entry point. En hier gebeurt van alles. Wat gebeurt hier dan? Geen idee. Het ziet er allemaal nogal gibberish uit. Er worden een aantal variabelen. Gedefinieerd, nou goed, nog niet echt gedefinieerd, ze zijn undefined, ze worden nog niet gevuld, maar we hebben ze wel beschikbaar. Um, nou, er wordt ergens naar gekeken en als het niet equal is aan 0 dan vindt er nog een if-voorwaarde plaats en anders gebeurt er nog het een en ander. Nou, heel veel hexadecimale code. Hier worden weer een aantal functies aangeroepen, maar ook als we in die functies gaan kijken, is dat niet altijd even duidelijk of zelfs heel vaak niet duidelijk. Dit zijn geen belangrijke functions. Want daar gebeurt niks. Hier gebeurt wel iets, maar dit is een continue loop. Do while true. Daar staat ik bij do nothing block with an infinite loop. Dus ook daar hebben we niet zoveel aan. Wellicht kunnen we nog iets interessants vinden van de strings in de binary. Misschien kunnen we hier wel een flag vinden. Maar er gebeurt best het een en het ander met flags. Maar uiteraard, geen flag zoals we die graag willen zien voor het oplossen van de challenge. Iets met SEMA. Nou, dit lijkt er ook niet echt op. Dus ook daar gebeurt niets mee. Volgende wat we kunnen doen is door alle functies heen lopen, maar zoals je ziet, dat zijn er nogal een hele berg. En om al deze functies door te lopen en te analyseren is een heel werk, in de hoop dat we hier iets tegenkomen waar we kaas van kunnen maken. Maar aangezien het er allemaal nogal gibberish uitziet, is het ontzettend lastig om hier iets mee te doen. En het goede nieuws is dat jullie geen tien uur hoeven te kijken uh, hoe dat ik probeer dit te debuggen. Wat ontzettend saai is en nergens toe leidt. Want de grap is dat we deze binary in zijn geheel niet meer nodig hebben. Alles wat we nodig hebben, dat hebben we eigenlijk al gevonden. Waarom dan? Laten we dit niet opslaan. We hebben namelijk output gekregen van de binary en dat is een IP-adres en we hebben een bestand gekregen van de binary met deze data. Als we goed gaan kijken naar de naam, dan zien we dat het AES-GCM is en AES-GCM is een um, GCM is een methode van AES um, om data te encrypten, is ook een blokcijfer. En het is belangrijk om eerst te kijken hoe dit werkt. En GCM is de Gallos Counter Mode. En zoals je ziet gebeurt er best het een en ander. Maar even kijken of dat we... Ik had een goede video. En dat is deze. Mocht je interesse hebben in uh, een, een duidelijkere uitleg wat AES GCM is, dan raad ik deze video van harte aan. Nou, in essentie komt het erop neer dat we een aantal dingen nodig hebben wanneer we deze encryptiemethode, wat een blokcijfer encryptiemethode is, gaan gebruiken. Om iets te encrypten hebben we natuurlijk de tekst nodig die we willen encrypten. We hebben de secret key nodig, de geheime sleutel om deze data te encrypten we hebben een initialization vector of een IV nodig en dat noemen we ook wel eens een nonce en zoals je weet hebben we een nonce gekregen en we hebben eventueel optioneel dus additional authentication data nodig of AAD. Om te de decrypten hebben we nog iets meer nodig. Om te de decrypten hebben we vijf dingen nodig. En dat is de ciphertext die we willen decrypten. We hebben ook de secret key nodig. De secret key die gebruikt is voor het encrypten. We hebben de nonce nodig die gebruikt is. We hebben uh, ook als het gebruikt is de Optional Additional Authentication Data nodig, de AAD. En we hebben als vijfde een GCM tag nodig. En dat is de tag die gebruikt wordt voor authentication. Wat hebben we hier dan gekregen? Dit vind ik wel prima, we gaan de video nu toch niet kijken. We hebben gekregen een nonce. En die nonce is in Base64. En we hebben gekregen. Een tag en ik ga ervan uit dat deze encrypted ciphertext dat dit mijn flag is. Dat weten we niet zeker, maar heel veel anders heb ik op dit moment niet om te proberen. Dus laten we uh, in dit geval CyberChef eens openen. En aangezien dat encryptie altijd werkt met bytes, vind ik het handig om alles wat we hebben om te zetten naar hexadecimale waarden. Dus um, we hebben dit, maar dit was base 64, werd verteld. Dus vanuit base 64 doe hex. En we gebruiken geen delimiters. En dat is onze hexadecimale waarde. Laten we hetzelfde meteen doen voor de cijfertekst die er ook uitziet als base 64. En dan is dit onze hexadecimale waarde van de cijfertekst. En dat we de key missen, dat weten we op dit moment. Dus we hebben een nonce. Laten we even gaan tellen hoeveel bytes dat die is. Een hexadecimaal karakter of Beter gezegd, twee hexadecimale karakters representeren een byte. En we hebben een 12-byte nonce nodig. Dat zou betekenen dat we 24 karakters nodig hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 1, 2, 3, 4. En waarschijnlijk eentje fout geteld. Dit ziet eruit als een 12-byte nonce. Dus de nonce lijkt te kloppen. Dan is maar net de vraag of we de GCM tag nodig hebben. Nu wordt. Uh, GCM natuurlijk gebruikt omdat het ook authentication geeft. Ik weet zeker dat ik de data krijg van degene van wie ik verwacht de data te krijgen en niet van iemand anders die mogelijk de data heeft aangepast. En daar is de GCM tag voor. En deze tag is 16 bytes, maar die hebben we niet gekregen. En het kan zo zijn dat deze tag er niet bij zit. Uh, maar dan zou het gebruik van GCM ook eigenlijk overbodig worden. We kunnen dan nog steeds de data decrypten, ook zonder die tag. Maar aangezien GCM gebruikt is, ga ik ervan uit dat die tag ook is toegevoegd. En normaliter bevindt die tag zich aan de achterkant van mijn cijfertekst. Dus in dat geval, uh, de tag is dus 16 bytes en 32 karakters lang. Zou ik hier 32 karakters van af moeten halen. Twee, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Dat zou dit gedeelte zijn. En dan zouden we hierbij dus de GCM tag hebben. En dan zou dit onze data zijn. Dus we hebben een nonce. We hebben onze ciphertext ofwel onze data. We hebben de GCM tag. Ik ga ervan uit dat er geen optional additional authentication data gebruikt is. Of geen AAD is toegevoegd. Dat is het enigste wat we hierin missen: de key. Die is belangrijk voor het decrypten. Um, maar die. Kunnen we niet vinden? De vraag is dan: hoe in hemelsnaam komt de binary aan de key? Hoe gebruikt de binary deze key? En het kan zomaar zijn dat die key statisch in de binary zit, maar dat is in dit geval niet zo. Het zou lastig worden aangezien ik de binary heel erg lastig kan reverse engineeren omdat hij zo versleuteld is, of in ieder geval vol zit met in mijn ogen gibberish. En mocht iemand weten hoe dat je zo'n soort binary overigens juist reverse engineert, iemand die hier kaas van kan maken, laat het me weten. Ik leer het hartstikke graag van je. Ik zou heel graag weten hoe dat je dat doet. Buiten dat, um, hij zit niet in de binary. Hoe verkrijgt de binary hem dan? Dat laat hij eigenlijk zelf zien. En. Ik heb begrepen dat dit een foutje is. In eerste instantie was het niet de bedoeling dat het IP-adres ook werkelijk geoutput of geprint werd. En was er wel wat reverse engineering nodig. Uh, in dit geval wordt het IP-adres wel geprint. Het IP-adres wordt dus opgehaald. Er wordt een call gedaan naar een externe service um, om het IP-adres te tonen. En dat IP-adres, dus mijn IP-adres, wordt hier getoond. En dit is dan onze key. Oké. Okay. Als dit onze key is, dan moeten we die ook nog even omzetten in hex. Dus dat is geen base64. Dat betekent dat dit de hexadecimale waarde is van ons IP-adres. En dit zou dus eventueel, als het IP-adres, als hetgeen wat die laat zien, ook werkelijk de key is, dan zou dit onze key moeten zijn. En dan kunnen we. AES gaan decrypten. Zo, we hebben alleen maar AES decryption nodig. En we hadden gezegd dat dit onze data was. Zo. En onze input is inderdaad in hex. Dus dat is goed. We hadden ook gezegd dat dit onze nonce is. Ofwel onze IV. En die is ook in hexadecimale waarden. De mode is GCM. De output mag in RAW format zijn. Als we werkelijk een GCM-tag hebben, dan is dit onze GCM-tag. En tenslotte de key die we nodig hebben. En dan krijgen we een foutmelding met die invalid key length 12 bytes. We hebben namelijk 16 bytes nodig. Het is een blokcijfer en de bloks zijn 16 bytes voor AES 128 en dat is wat hier gebruikt wordt. Dus we hebben ook een key nodig van 16 bytes. En dat is waar de, uh, de, de hint voor PK, PKCS uh, 7 opslaat in het output document. Ik weet niet, die hebben we hier nu niet meer staan. Uh, dat doet hij niet. Dan Notepad. Remember suite pkcs7. Dat is een hint, want waar we mee te maken krijgen is pkcs padding. En de manier waarop pkcs padding toepast, is op het moment dat ik padding moet toepassen om een blok te vullen met pkcs. Dan uh, pet ik met de waarde die ik moet aanvullen. Dus stel voor dat ik 3 bytes moet aanvullen. En dat is hexadecimaal, dus 6 karakters. Dan doe ik dat met 030303. 03, 03, om aan te geven dat ik 3 bytes aanvul. Zijn dat er 4? Dan doe ik dat niet met 03. Dan doe ik dat met 04040404. 04, 04, 04. En dat is pkcs padding. Dus we hebben nu 12 bytes. De key is dus duidelijk niet lang genoeg. En dus gaan we padding toepassen. Nou, hoeveel bytes hebben we nodig om van 12 tot 16 te komen? Dat zijn 4 bytes. Dus ik zou zeggen 04-04-04-04. En iets hierin doen we dan nog niet juist. We hebben netjes inderdaad um, alle data opgegeven: gcm, output raw. Dat maakt niet uit, die melding krijgen we natuurlijk altijd. En hebben we dan goed geteld. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ik heb nu 30 gcm tag in plaats van 32 die ik zou verwachten. Um, mm, had ik dat hier ook zo weggezet van C tot ja. Dat zou betekenen dat er nog Twee van mijn data af moeten en die moeten voor deze tag komen te staan. Dat werkt wel. En dan staat er de flag SEMA Golang Drops Encrypted Payload. Golang omdat het een Golang Compiled Binary is. En dit is hoe deze challenge opgelost wordt. Maar voordat we uh, dit bedacht hebben en uh, dat het IP-adres de key is, etcetera, is een, was het in ieder geval voor mij een lastig proces. We kunnen ditzelfde overigens ook in Python doen, dan ziet dat er ongeveer als uh, volgt uit: stel voor dat we deze gaan opslaan als decrypt.py. Dan kunnen we deze Bogus Data weghalen. Waarbij we eigenlijk de uh, AES-cijfer gaan gebruiken en BinS-key om uh, te werken met binary data. En de crypto-cijfer is onderdeel van PyCrypto dome, Dus dat is wel een uh, module die geïnstalleerd moet zijn om deze te kunnen gebruiken. En wat we specificeren hier is de key. Dus de die hadden we hier al weggezet, inclusief de padding die we nodig hadden. Dit is onze key. En uh, de, wat er vervolgens gebeurt, is dat hier de nonce en de tag gedefinieerd worden. Waarbij dat we de eerste 12 bytes van de data pakken, en vervolgens de laatste 16 bytes van de data, zodat we ook op die manier alleen de data overhouden. En dat is minus de eerste 12 en de laatste 16. En deze heb ik hier weggezet om te testen. Zo, die kunnen eventueel eruit. Nou, de data die hebben we dus. De data die staat hiernaast. Dit is onze data. Die wordt echter vooraf gegaan dus aan van de nonce. Die haalt hij daar af. En die wordt geprepend met de tag. Dus de tag hoort hier dan weer wel bij. Dan hebben we één lange datastring. En vervolgens kunnen we deze decrypten. En dan is het... Python AES. GCM decrypt deze. En ook dat werkt en geeft ons eveneens de flag. Ik hoop dat deze video voor jou interessant. Zeker leuk was om naar te kijken. En zo ja, geef me alsjeblieft een like op de video. Plaats een leuke comment en abonneer jezelf zeker op mijn kanaal, waarvoor natuurlijk hartelijk dank. En ik nodig je van harte uit om ook volgend jaar weer mee te doen aan de Christmas Capture the Flag Challenge van SEMA. Mooie, interessante challenges waar je altijd weer ontzettend veel van leert. Dus heel graag tot de volgende video, heel graag tot de volgende Capture the Flag Challenge. Gewoon heel graag tot ziens, een hele mooie dag toegewenst en bedankt voor het kijken. do do